Vandaag is het woensdag 29 april. 1 mei komen de eendeneieren uit. Dus dan heb ik weer eendenkuikens. Dat is aanstaande vrijdag. En kijk eens wat we daar hebben. De bijen zijn er weer. Het heeft eindelijk een klein beetje geregend. De komende dagen gaat het nog meer regenen. Daar zijn we erg blij mee. Ik ben hier bezig met de nieuwe border. Ik heb van alles gezaaid. Die stengels, dat is een oud boeket bloemen. Die heb ik er even ingezet zodat de kippen hier niet gaan vergroeten. Kijk, we zitten nu wat dichterbij in de border. Die kleine plantjes zijn zonnebloemen. Die zonnebloemen heb ik gezaaid met zaden van een zonnebloem die ik vorig jaar geoogst heb. Zie mijn andere filmpje, die reuze zonnebloemen. Deze zaden zijn het en die komen nu uit. Het zijn er een hele hoop en een beetje dicht bij elkaar. Maar ik dacht van, ik zaai gewoon lekker dik. Kan ik nog altijd wat weghalen. Dit is koffieprut en houtskool. Interessante combinatie die de grondkwaliteit hopelijk gaat verbeteren. Niet alle planten zijn gek op houtskool, maar een beetje zal wel goed zijn. De asters die doen het wel aardig. Het is niet de juiste tijd om planten te verplanten. Doe dat lekker in de herfst of in de winter. In ieder geval in de nazomer. Want dit is eigenlijk op vlak voor het moment dat ze gaan bloeien. Dus alle energie die gaat meer in de bloei dan in het wortelstel. En niet echt het juiste moment om te planten. Ook met oog op de droogte. Gelukkig heb ik nu geluk de komende dagen. Veel regen. De tuin is een beetje te groot om echt perfect alles te onderhouden. We hebben hier achter ook mooie borders. Ze zijn helemaal verwilderd. Die planten uit de borders groeien zo het grasveldje op. Dit grasveldje is een stuk weiland. Dus dat is heel gemakkelijk maaien. En dan heeft het een extra doel. Daar ben ik gek op. Als borders en stukken land voor verschillende doelen worden gebruikt. Maar die stukken planten die in de weiland aan het groeien waren, heb ik bijvoorbeeld hier wat van neergezet. Het is wel een plant die veel schaduw nodig heeft. Ik weet niet of dit goed gaat doen hier, maar we zullen het zien. Kijk, dat is een bijtje. Hier stond vroeger de kleine kas, die is weggewaaid, heb ik opgeruimd. En de buren wouden heel graag een stukje grond gebruiken, dus zei ik ja, is goed. Maar laat mijn bloemetjes heel, en dat hebben ze goed gedaan. Dan gaan we nu kijken naar de bloemetjes rondom dit kleine stukje tuin. Kijk, dit is rondom de tuin. En echinaceetjes hier, dat zijn deze. En die ik ook in de andere border heb, asters. Asters ben ik dol, want die doen het heel goed. Die hebben een soort wortelstelsel zoals de brandnetel. Dus die gaan heel mooi snel de bodem bedekken. Nog een echinaceetje. En dit zijn die AliExpress planten, die doen het ook heel erg goed. Hopelijk wordt het geen nieuwe inheemse of uitheemse pest, zoals de Japanse duizendknoop. Nee, zal wel niet, want ik heb heel veel moeite gedaan om ze hier te krijgen. En je haalt ze zo weg. Nog meer echinaceetjes, daar ben ik heel zuinig op.
beetje spirea. Die stokken die ik bij de mooie plantjes heb, dat heb ik om de kippen te beschermen tegen de kippen. En hier heb ik nog een hele kluit met Echinacea. Dit was mijn filmpje voor vandaag. Ik heb vandaag een leuke film gekeken op Netflix. The Disaster Artist. En ik vond het echt een geweldige film. Ik hoop ook nog hele leuke en hele originele, misschien soms een beetje rare films te maken. Misschien ooit nog een horrorfilmpje of zo. Komt helemaal goed. Tot de volgende aflevering.